jongetje. Daar heeft hij een paar keer over gedroomd. Die heeft hij een paar keer opgeroepen, zeg maar, overdag. En die is, zeg maar, in zijn dromen gekomen, dat meisje. En daar, werd en die... daar is hij zo bang van geworden dat hij niet meer in het huis liep. Aniel kreeg een kick van gevaarlijke dingen doen. Hij had een rare fascinatie voor de dood. Aniel zei altijd, ik ga vroeg dood. Ik was bang dat hij met zijn auto tegen een boom zou rijden of zoiets. Na de psychose moest Aniel naar een psychiater. Hij moest voor een vervolg, maar is niet gegaan. Zijn medicatie heeft hij volgens mij nooit geslikt. Altijd heeft hij in zijn jeugd geroepen dat hij BMW's wilde rijden. Ja. En graag een speedboot wilde hebben. Ja. Nou, dat heeft hij dus wel gedaan het laatste half jaar. Hij heeft een BMW 3-serie gehad. Hij heeft een BMW 5-serie gehad en een speedboot. Ja. Geen grote, maar met een standaard salaris kun je dat niet bekostigen. Nooit. En dat soort dingen heeft hij wel vlak voor zijn dood allemaal bekostigd. Zo van, dan dus dan heb ik de indruk dat hij toch de dingen uit zijn leven wilde halen die hij altijd heeft willen doen. Ja. En misschien daarom op de een of andere reden uit het leven is gestapt. Zo. Ja. Weet jij, dus dat hij wilde heel graag taxichauffeur worden, net als jij, hè? Dat wilde, ja, dat wilde hij heel graag. Maar naast het dode lichaam van Aniel ligt deze brief van justitie die hij die dag heeft gehad. Hij krijgt geen VOG, een verklaring van goed gedrag. En daarmee spat ook zijn wens om taxichauffeur te worden uiteen. En weet je dat hij geen verklaring van goed gedrag heeft gehad? Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. En die wat ik gehoord heb, nou, dat was ook zwart op wit, was het al bevestigd. Dat hij te veel alcohol op had, een aantal jaren geleden. En dat hij te veel met alcohol op is gepakt door de politie. Je hebt natuurlijk maar één druppeltje nodig om hem te laten overlopen. Ja, dat is misschien wel zo. Misschien met alle voorgaande keren dat hij ook tegenvallers heeft gehad in zijn leven. Ja. Ja. Maar mijn vermoeden is, hoe ik hem gekend heb, dat hij misschien zelfmoord gepleegd. In een psychose, na het verlies van zijn baan, probeert Aniel zijn vriendin te wurgen. Hij heeft waanbeelden van mensen zonder ogen en durft vanwege geesten niet thuis te slapen. Aniel heeft een fascinatie voor de dood en laat voor de kick een trein over zich heen razen. Rond zijn overlijden zit Aniel weer zonder werk. En op de dag van zijn dood wordt hem een verklaring van goed gedrag geweigerd, waardoor hij geen taxichauffeur kan worden. Het belang van een gedegen en neutraal onderzoek naar de computers van Aniel wordt steeds groter. Want dat zou na al die jaren wel eens het enige overtuigende spoor kunnen opleveren dat echt duidelijkheid geeft over de vragen die de familie verscheurt. Digital Investigation op het Mediapark in Hilversum heeft haar zeer uitgebreide analyse afgerond. Pleegde de 31-jarige Amsterdammer Aniel Hera op 8 maart 2013 zelfmoord? Of werd hij, zoals zijn familie denkt, door zijn zwager vermoord? We hebben inmiddels uit de vrienden- en kennissenkring van Aniel vernomen dat een zelfmoordscenario zeker niet uitgesloten kan worden. Het bedrijf Digital Investigation in Hilversum heeft in onze opdracht de computers van Aniel aan een uitgebreid onderzoek onderworpen. Dit onderzoek is het enige dat na al die jaren nog echt duidelijkheid kan geven. Bijvoorbeeld over de zeer sterke verdenking van de familie dat Aniels zwager belangrijk bewijsmateriaal over een fraudezaak waarin ze betrokken waren zou hebben gewist. Een kernvraag in deze zaak is natuurlijk van, is er heel veel gemanipuleerd met die apparatuur? Hè? Is er heel veel verwijderd? Onze conclusie is eigenlijk dat we daar op geen enkele manier een spoor van zien. Er is niet op een manier ingelogd en gewerkt op het systeem, waardoor je zou kunnen denken, hey, hier is iemand bewust bezig om gegevens te verwijderen die wellicht belastend voor iemand zouden kunnen zijn. Zie jij iets van een naar mailcontact met zijn zwager? Nee. We hebben helemaal geen mailcontact van gezien. Geen aanwijzingen dat er bewust is gemanipuleerd met gegevens. Nee. Geen aanwijzingen. Ja. Wat voor beeld doemt erop?
We hebben een aantal dingen gevonden in de relationele sfeer met zijn ex-vriendin. We hebben een aantal zaken gezien in de werksfeer. Hoe kom ik aan geld? Het is toch wel iemand geweest die er flink doorheen zat. Er is ook e-mailverkeer met zijn ex. Klopt, ja. Daarin wordt ook duidelijk dat Aniel eigenlijk wel contact wil met zijn ex. Ja. Maar dat zij dat eigenlijk niet echt ziet zitten. Ja, dat ze dus 2 jaar verder zijn en dat hij eigenlijk moet accepteren. Mm-hmm. Dat hij alles kwijt is, haar, het huis. Ja. In de werksfeer heel veel pogingen om te solliciteren, om dingen op te bouwen. Baantjes te krijgen en dat lukt soms kort, maar meestal niet. En daardoor hebben wij een soort beeld van iemand die eigenlijk wel flink met zijn rug tegen de muur staat. Zo van, ja, wat moet ik nu nog eens doen? Uit Aniels computer blijkt ook dat hij contact had met een paragnost die duizenden euro's betaalde om geesten uit zijn huis te verdrijven. Dit is bijvoorbeeld e-mail met de paragnost. Alsof er iets mijn lichaam probeert in te komen, dat is toch ook wat? Ja. Het lijkt veel erger te worden in plaats van minder. Ik ben vandaag in het huis geweest. Dan heeft hij over zijn eigen huis. Ja, want hij sliep bij zijn ouders omdat hij daar niet durfde te slapen. Klopt, ja. Er zijn een paar e-mailberichten waaruit ook blijkt dat hij ontevreden werd. En het erover had om naar een andere paragnost over te schakelen. En dat hij toch eigenlijk wel hoopte dat het nu heel binnenkort zou oplossen. Want hier kon hij niet echt goed meer tegen. Nee, dat klinkt wel ernstig. Ja, dat klinkt heel ernstig. Dat in combinatie met het relationele stuk, dat liep niet goed. Als je de zeer emotionele berichten af en toe ziet die hij met zijn ex-vriendin uitwisselt, dan dat is een wanhopig en ook een heel verdrietig iemand. En vervolgens zien we vlak voor zijn overlijden dat hij naar helium zoekt en naar winkels die hem helium kunnen leveren. En dan hebben we hier een afbeelding waarop duidelijk is te zien dat de zoektocht aan helium is ingevoerd. Ja. Dus hoeveel dagen voor zijn dood was dit? Dit was 4 dagen voor zijn dood. Dus 4 maart 2013 heeft hij het zoekterm helium ingevoerd op Google. En is hij uiteindelijk op de feestartikelen site gekomen. Waar dus heliumtanks op staan. Ja, en zo'n fles is dus naast hem gevonden. Ja. Als je kijkt naar het scenario, is dit moord of is dit zelfmoord, dan denken we dat het eigenlijk meer richting zelfmoord leunt dan naar moord. Naast zijn beste vriend en zijn ex-vriendin komen nu ook digitale onderzoekers tot de conclusie dat zelfmoord bij Aniel veel aannemelijker is dan moord. Maar dat kan dus niet met de heliummethode zijn geweest. Als je deze man zo aantreft, zou het dan, los van het heliumverhaal, maar als je dit zo ziet, zou het dan toch een zelfmoord kunnen zijn? Ja, dat is bij deze man zonder meer mogelijk. Alleen de helium zelfdoding, daar ga ik niet mee akkoord. Hoe zou het dan wel gebeurd kunnen zijn? Noem eens een scenario. Nou, 30, 40 slaappillen en dan een zak over je hoofd.